Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van Portret Met. Vandaag hebben we de jongste speelster uit het team te gast. Ze komt vanuit de belofte. Het is Link Groenewegen. Lin, de eerste dame die we hebben in de serie die vanuit de belofte is gekomen. Hoe gaat het met je? Ja, gaat best. Ja? Ik vind het echt heel gaaf dat ik vanuit de belofte door mocht stromen. Dus dat ben ik echt heel blij mee. Was dat je doel vanaf moment 1? Ja, ik denk, je stelt natuurlijk voor jezelf altijd wat doelen op. En dat was wel de eerste die ik wilde bereiken toen ik bij Feyenoord kwam. Dus vet hoor. Ik ben blij dat best wel snel ook is gegaan, binnen 2 jaar. Dus dat ben ik... Ja, dat is heel grappig. Wel fijn dat ze zo snel die stap hebben kunnen maken. Ja, vind ik echt hoor. Ja, ik hoorde je net al best zeggen. Best, Je bent geboren in Delft, maar je komt uit het Westland van origine. Ja, klopt. Je bent op je hoeveelste verhuisd naar Brabant? Op mijn vierde. Op je vierde. Ja. Dus, maar nog wel even die Westlandse roots meegenomen. Ja, dat zit er zeker nog in. Ja, echt wel. Ja, dat komt... Mijn vader heeft een bedrijf gestart. En daar was te weinig ruimte voor in het Westland. Ah. Dus toen zijn we naar Brabant verhuisd. Ja, en hoe bevalt het daar? Ja, ik vind het lachen dat ik het allebei heb mee mogen maken. Want mijn familie woont daar nog in het Westland. Ja. Dus dat vind ik heel, heel leuk. En in Brabant vind ik het ook leuk. Gezellig, carnaval. Dus ik heb het zeker naar mijn zin. En was jouw eerste voorkeur ook altijd om voetbal te gaan spelen? Want je bent best vroeg begonnen. Ja, nee, ik heb nog op tennis gezeten. En ook nog op de scouting. Maar dat viel op een gegeven moment tegelijk, de tijden. Oh, ja. Dus... toen is de keuze eigenlijk best snel gemaakt dat ik toch wel wilde gaan voetballen. Ja. Nou, en terugkijkend op is het ook wel echt een goede keuze. Ja, zeker. Daar ben ik heel blij mee. Ja, goed zo. Anders zat ik nu nog koekjes te bakken bij de scouting, denk ik. Wel lekker. Had je wel mee mogen nemen. Ja. We zitten hier in de gym. Ja. Is dit een plek waar jij vaak komt? Ja, 2 keer in de week komen we hier als team. Dus ik vind het wel fijn dat er nu ook bij is gekomen. Want het was vorig jaar in de belofte nog niet. Mochten we hier nog niet komen. Oh. Dus ik ben wel blij dat ze een upgrade gekregen. Ja, echt wel. Het is echt wel professioneler aan het worden. Dus daar ben ik heel, heel blij mee. En dat vind ik ook heel knap. En wat doe je dan precies als je hier bent? Nou, heel veel verschillende oefeningen. Ook oefeningen waarvan je denkt van waar heeft het nut voor? Ja. Dus daar zit een hele theorie achter en dat wist ik van tevoren niet. Dus dat vind ik echt wel gaaf dat ze daar achter de schermen zo mee bezig zijn. Ja, fijn. Zo leer je elke keer ook weer opnieuw hier. Ja, precies. We gaan even een kijkje nemen naar jouw carrière tot nu toe. Lin Groenewegen werd geboren in Delft, maar begon uiteindelijk op haar 6e met voetballen bij Madense Boys. Op haar 11e heeft ze die boys ingeruild voor de Girls van Dia, want daar was een meidenacademie opgericht. Daar viel ze ook meteen op door haar goede spel. En op haar 15e maakte ze de overstap naar de Feyenoord Vrouwenbelofte. En nu speelt ze dus met Feyenoord in de pure energie Eredivisie Vrouwen. Hoe voelde dat toen je dat in die eerste stap mocht nemen deze kant op? Ja, heel gaaf. Ik weet nog dat ik met mijn moeder aan het mountainbiken was. En toen kreeg ze een telefoontje en ze stopte gelijk. Ze zegt, Lin! Dus ik schrok me dood. Ik dacht, wat is hier nou aan de hand? Toen zegt ze, nee, Feyenoord belt. Dus ik dacht, oh, snel blij spreken. En toen... Ja, je bent welkom. Dus echt, het was niet normaal. We zijn ook gelijk gestopt. We zijn er gelijk naar het terrasje gegaan, even wat gedronken. Ja, dus dat was, om het te vieren. Ja, precies. Dus vet dat hoor. Echt heel leuk. En je studeert ook hier, toch, in Rotterdam? Ja, klopt. Wat doe je? Ik doe sportmarketing. Dat zit ik nu kan in... ook niet anders natuurlijk. Ik zit nu in mijn 2e jaar. Ik heb gelukkig vorig jaar mijn P gehaald. Dus daar ben ik heel blij mee. Dus nu nog 3 jaar en dan hopelijk dat ik klaar met school ben. Ja, precies. Zullen we naar buiten gaan? Ja, is helemaal goed. Als wat voor type speelster zou jij jezelf omschrijven? Dat vind ik moeilijk. Ik denk dat ik meer van het tiki-taka ben en inspelen doorbewegen... dan dat ik zelf 3 man voorbij speel. Ja. Daar ben ik gewoon wat minder goed in. En ik denk misschien... ik hou ook wel van assistjes geven of scoren. Betrokken zijn bij de aanval, zeg maar. Ja, je vliegt er af en toe ook wel echt in. Ja, met ja. Dit soort vogel die zo ineens ertussen komt springen. Ja, ik ben wat fysiek gebouwd op zich ook wel. Dus ik denk dat ik daar dan wel gebruik van moet maken. Ja, maar hier speelde jij een van de wedstrijden tegen Heerenveen. En toen kwam je er op een gegeven moment in. Kan je vertellen hoe dat ging? Ja, ik werd er ingebracht in de rust. Dus ik moest in de rust, mocht ik niet naar de kleedkamer, maar ik moest warm gaan lopen. Dus daar was ik echt blij mee, want dan weet je al, ik mag echt een hele helft gaan spelen. Ja. En dat was wel gaaf. En toen heb je ook een hele mooie pot gespeeld. Ja, op zich zat ik er een paar keer lekker tussen. Dus toen konden we wel gaan aanvallen.
Dus ja, daar was ik ook wel blij mee. Ja, en op een gegeven moment scoorde een van jouw teamgenootjes en jij rende met haar hier naar de tribune om met haar te gaan juichen. Kan je vertellen hoe dat ging? Ja, Romee is altijd iets stiller. Dus ik dacht... Ik dacht hier. Ja, dat dacht ik echt. En ik dacht, ja, al die mensen hier, die zitten hier niet voor niks. Ik dacht, ja, ik ga gewoon even Romee helemaal zo, hey. Dus vond ik wel lachen. Leuk. En vond ze dat zelf op een gegeven moment ook wel heel vet? Dat ze dacht, oh ja, ik zou dat zelf niet zo snel doen, maar als Lin erbij is, dan voel ik me wel comfortabel. Ik denk achteraf op zich wel, ja. We horen wel vaker dingen dat jij wel super sociaal bent, maar ook wel gek en lekker dansjes aan het doen bent en zo. Ben je altijd wel een beetje de grappige clown uit het team? Ja, ik denk toen we dit team net was opgestart, ben ik altijd wat rustiger aan het begin juist. Een beetje de kat uit de boom kijken, een beetje scannen wie lijkt me leuk, wie lijkt me aardig. En dan ga ik wel met iedereen een beetje een praatje maken. Ja. En dan zie ik het vanzelf wel en dan komt op een gegeven moment... De echte Lin naar boven. En dan gaan we allemaal dansen, zingen in de kleedkamer, dus dan kom ik wel los, ja. Nice. Hey, we gaan door naar het vraagvuur. Ja, is helemaal goed. Liever in de stromende regen voetballen of met 35 graden? Stromende regen. Wie doet de allergekste dansjes uit het team? Oeh, Seleni die doet altijd een beetje zo die Spaanse bachata. Weet je wel. En wat doe jij? Ik doe altijd met hem mee, vind ik gezellig. Iemand uit je team probeert jou te laten schrikken. Lukt dat? Altijd. Ja? Ja, ik schrik echt veel te snel. Slecht geweten? Dat zeggen ze allemaal, maar dat niet. Wat doe jij na een goal? Helemaal losgaan bij het publiek of ingetogen juichen en weer gelijk terugrennen? Helemaal losgaan. Ja? Ja, altijd? Zeker. Ja, met Romee, hè. Hoe ziet jouw droomgoal eruit? Ja, als ik er echt over mag dromen, dan toch dat ik wel 2 of 3 voorbij speel. En dan gewoon vol in de kruising schiet. Nice. Westland of Brabant? Westland. Een panna knock-out met Danny Mulder. Wie wint er? Dan wel ik. Ja? Ja. En Lin, durf jij mij uit te dagen voor een spelletje? Durf jij mij uit te dagen? Nou ja, ik durf jou wel uit te dagen, want ik sta er tot nu toe best goed voor. Zullen we dan een potje two-touch doen? Nou Masha, jij staat nu natuurlijk 3-1 voor, dus daar willen we even verandering in brengen. Ja. Dus we gaan two-touchen. Je moet 2 keer raken, dus hij mag niet 1 keer, mag ook niet 3 keer. En dan gaan we eigenlijk gewoon hoog houden met 2 keer raken. Tot de 5. Tot de 5? Ja. Oké. Okay. Is goed. Yes. Twee. Goed. 2-2. Je maakt veel spannend. Dat gebeuren. Hey. Drie. Oké, we maken het spannend. Onze geluidsman is onze scheidsrechter en die zegt 3-3. Ja. 4-3, matchpoint. Je hebt gewonnen, man. Gefeliciteerd. Dankjewel. Netjes gedaan. Ja, jij ook, vond ik. Nou, thanks. Ja, jullie hadden nog wat puntjes nodig. Dus... Zeker, die hadden we nodig. Voordat ik ga afsluiten, heb ik nog een vraag voor je. Welk dilemma heb jij voor het vraagvuur voor de volgende speelster? Ik zou wel van ze willen weten of ze liever elke nacht een droom hebben over hun ex... of elke nacht een nachtmerrie over hun huidige relatie. Oh, dat is wel een moeilijk dilemma, ja. Oké, ik ga het ze vragen. Bedankt voor het kijken. Vond je het een leuke video? Vergeet dan natuurlijk je duimpje niet omhoog te doen en te abonneren op het Feyenoord kanaal. Heb jij zelf nog een dilemma voor de dames? Zet hem dan hieronder in de comments. En dan zien we je volgende keer weer. Doei!